er is een klein beetje hoop in die zin dat de minister gezegd heeft van ja, ik ben daar eigenlijk niet tevreden mee dat die Damport Express verdwijnt. Ik vind dat die pendelaars niet in de kou mogen blijven staan. Hij heeft gevraagd aan de NMBS en Infrabel om verder te zoeken naar oplossingen. En er is een mogelijke oplossing in die zin dat de HST-trein tussen Amsterdam en Londen eigenlijk tussen juni en december van volgend jaar zou opgeschort worden. Dat betekent dat er eigenlijk plaats vrijkomt opnieuw voor de Damport Express en dat die zou kunnen terugkomen. De minister hoopt dat dat dan een definitieve oplossing zou kunnen zijn, dat dat permanent zou kunnen worden. Maar we proberen samen met de minister ervoor te zorgen dat de Damport Express weer kan rijden.